Mijn studiegenoten zijn waarschijnlijk allemaal het onderwijs ingegaan. En ik ben dat niet. En nou, ik ben heel blij met die keuze. Ik vind het wel heel tof dat ik nu heel veel rapworkshops mag geven. Dus ik ben nu weer eigenlijk wekelijks op scholen. Dus de cirkel is wel een beetje rond. En nu kan ik dat op mijn manier doen. Met zijn nieuwe single Zonneschijn hoopt de 25-jarige door te breken in de hiphopwereld. Iets waar hij van jongs af aan al van droomt. Ja, als jonge jongen werd ik gewoon al gegrepen door rapmuziek en door hiphop. En ik wil dat heel graag nadoen. De boodschap die kan worden overgebracht op een mooie poëtische manier, dat is wat mij in hiphopmuziek het meeste aangreep. Nu heeft de rapper zelf ook een duidelijke boodschap voor jongeren. Ik wil ze laten zien dat het niet allemaal op een bepaalde manier hoeft. Dat ze best hun eigen weg mogen kiezen en dat die weg heel anders mag zijn dan iedereen verwacht. Dat je gewoon moet gaan voor je dromen, dat doe ik ook. En zijn zelfgeschreven liedjes blijven in zijn woonplaats niet onopgemerkt. Nou, ik merk dat de kids in de stad het heel tof vinden. Dat er iemand is die opstaat en iets doet of zo op het gebied van hiphop hier in de stad. Want het leeft gewoon heel erg onder de jongeren. Het is een genre wat super populair is. En Zutphen staat misschien best wel bekend als juist een stad die een beetje vergrijst is. Maar ik vind het heel mooi om te zien dat juist die oudere generatie het ook heel mooi oppakt. En ik word benaderd voor een heleboel toffe klussen en samenwerkingen. Dus ik probeer ook een soort van brug te dichten tussen die twee generaties. Maar hoewel die droomt van optreden op festivals en grote podia, sluit hij een carrière als leraar nog niet helemaal uit. Ik zeg in een van mijn liedjes die nog niet uit is, dat komt wel later als ik 33 jaar ben. Dus misschien over 8 jaar. Maar ik heb geen flauw idee. Voor nu is dit wat ik moet doen.